een beetje multimiljonair, heeft een optrekje in een zonnig oord. Maar dat is te krap geworden met die vier koters van Nicole. Dus Peter zoekt iets groters. Maar eerst moet het flatje weg. Liefst voor niet te weinig. I think about 650. Het seizoen is begonnen en dat betekent kassa, want massa. Zoontje van de baas neemt steeds vaker de dagelijkse leiding voor zijn rekening. Maar niet zonder dat die bolle nog af en toe de boel controleert. Alvin, Petertje zie alles. Park de Bercht hebben ze een paar weken geleden de laatste puntjes op de i gezet. Drempels, verlichting, geluidsinstallaties, alles schijnt nu in orde te zijn. Dat zullen we nog wel eens zien, dacht Mark. En die gaat nu als mystery guest naar het park. Hij had al wat twijfels bij de horeca. Een lekker drankje op het terras bijvoorbeeld. Wat helemaal niet zo'n vreemd idee is. Ho maar, er kwam niemand. Nul bediening. Zo verdien je geen rotte euro. Ja, maar hoe ga je dat dan nou doen met personeel? Want vorig jaar was ik hier op het terras gezeten en dan duurde het een kwartier voordat ik wat drink had. Ja, we zetten alles op alles om extra personeel te vinden. Ja, die bediening liggen denk ik nog te bed. Ja, heel nieuw terras aangelegd en er is geen bediening. Richard! Ja! Ah, Mark! Ik zal mijn vermomming afdoen, want... Was je hier ook? Nou, ik zit hier al even. Je zit al even? Wat ik van tevoren al zei, wat ik ook voorspelde. Ik had vorig jaar al een keer op het terras gezeten. En toen zat ik al een half uur te wachten om eten en nog meer drinken. Ja. En nou hadden we een mooi terras aangelegd en dan zit ik nog langer. En dan moet ik komen. Maar wat wil je drinken? Want ik ben ook het personeel. Want ja, die hebben we niet. Doe maar een ijstietje dan. Een ijsthee. Nee. Ijsthee. Mooi terras hier. Mooi, hè? Zit er goed bij. Nieuwe tegels. Gras is ingezaaid. Wie heeft ingezaaid? Ja, die jongens. Of is er ingezaaid met onkruid? Ja. Ik kan beter die tuin sproeien in plaats van een bankje. Ja, ja. Ik kan er beter één in de horeca bijzetten, want wat die nou met z'n tweeën aan het doen zijn. Richard, doe maar een ijstertje dan. Ik ga even een ijstertje voor je pakken. Komt er zo aan. Het Spaanse appartement gaat in de verkoop. Nicole heeft namelijk heel veel kinderen. In een stapelbed willen ze niet, dus er moet iets groters komen. Liefst snel. Omdat Peters talenknobbel hopeloos onderontwikkeld is, legt Nicole bij mevrouw de makelaar uit wat ze nou eigenlijk willen. We look for something that has minimum 5 bedrooms. Something with a pool outside, maybe inside for winter, that we can swim inside with the kids. Bigger house. And, niet te veel tuin. Je moet niet de hele dag op de grasmaaier zitten. Not so much garden. Not so much. Small yeah, place. Plot, no big plot. Yeah. No big plot. Er moet wel een garage bij zitten. Ja? Yeah? Ja, dat ik mijn auto en de Harley en zo binnen kan zetten. He also wants garage. Big garage. Oké, okay, I have some. I can show now for you. Oké? Okay? Oké, okay, good. Also, yeah. Ze kan het laten zien. Yeah, look please. This one is the new one, okay, with pool. Wie is die vrouw? Ja. Yeah. Nice woman. Wie is dat? Ik denk dat dat Svetlana is, aangezien dat daar Svetlana bij staat. Ah, oké. Okay. Is a big kitchen. Ja. Yeah. Is a big kitchen, but it's near the beach. But no sea view. But no sea view. Vertaal eens even wat ze allemaal zegt, want ik versta het niet. Het ligt niet aan de zee. Nee, nee, nog niks.
Dit is niks. Oké. Okay. I have one. Good. It's nice. Okay. Yes. We hebben alles groot, zeg maar, tegen haar. Peter says he have everything big. Peter ze heeft okay. Alles groot. Ja, schat. Schat. Yeah? Ja? Ja. Oké. Okay. Alles big. Okay. Vraag maar aan Nicoleke. Look, this house, please. Yes. Heel pleis, of niet? Ja. See a view from all floors of the house. Ja, is niet mooi. Is from terrace. Nee. What? Nee, ik vind dat wel echt mooi. Ja, moet niet tegen haar zeggen. Ja, nou, ze verstaat ons toch niet? Nee. A very big kitchen. Ja, het is inderdaad wel een grote keuken. Oké. Okay. 5 or 6 bedroom. I don't remember 5. Dat is wel heel mooi. Die gordijnen zijn ook heel mooi. Ja. Ik wil zeggen dat ik de kleur niet mooi vind. Pool. Yeah. Oh. Inside pool. Yeah. Different saunas, Zara. Different. Ja, we houden niet van sauna. One, two saunas. Oh, jacuzzi. Jacuzzi. Okay, but better if you, Peter and Nicole, look this house, okay? Mm. Yeah. Niet enthousiast, okay. Nicole. Nou, ik vind het wel een goed idee van haar om even te gaan kijken. Bij Mark is de gillesknop om. Ineens heeft hij oog voor details en zegt hij het recht voor zijn raap. Richard, maak je borst maar nat. In 3, 2, 1. Richard, ik stoor me eigenlijk hier werkelijk aan bijna alles. Vertel. Hé, maar Richard, ik stoor me eigenlijk hier. Het is dan met 2 man in de tuin springen. Ja. Het schiet alleen niet op, maar verder wordt het netjes. Er staat meer onkruid als gras, dat zie ik wel. Ziet er ook niet uit. Die man zat er ook aan het spuiten tegelijk. Ja, dat klopt. Heb ik al 10 keer gezet. Ja, moet 10 keer de jaren naar huis. Maar Richard, even een vraag. Wie had hier dat terras gelegd? Een terras geschreven, dat zie ik ook wel. Extern bedrijf, zeg ik. Een extern bedrijf. Oh, dus maar half ingeveegd. Die tegels die gaan allemaal verzakken, liggen daar allemaal los. Ja, rustig aan. Het zijn gebruikte tegels. Nee, geen gebruikte tegels. Ja, dat is tweede keuzes. Dat is toch niet gebruikt? Nee, ze zijn tweede keuze. Ja, dat maakt er niet uit. En daarom zijn ze zijn aan sommige randen zijn... Richard, laten we eigenlijk nou niks wijs maken. Dat kan een tweede keuze tegel zijn. Maar weet je waarom er een tweede keuze tegel is? Nee. Dat komt omdat de kleur misschien net niet zo is als dat de klant wil. Maar ik zal jou vertellen, Richard. Ja. Ik weet niet welke stratenmaker het gelegd heeft. Ja, Perry. Ja, die me nooit meer terug laten komen. Ja. Want dat hoort ingeveegd te zijn. Ik zal jou vertellen. Binnen 2-3 weken liggen alle tegels los. Mij hebben ze altijd geleerd als het inveegt met iedere dag navegen. Ja, dat klopt. Ja. En ik zag net al, daar liggen ze zo scheef als wat. Ja. Dan gaan kindjes overvallen. En over, ook nog zoiets. Oh, hier groeit onkruid, maar dat onkruid groeit hier over een week ook erin. Ja, dan moeten we het een keertje inspuiten met onkruid delven en dan krijgen we. Dus dat moet ingeveegd worden. Dat zijn grote tegels, die zijn 50 bij 50. Ja. En ik wil niet zeiken, maar die stratenmaker liet ik niet meer terugkomen. Nee. En ik zou vlug zoeken naar personeel voor de horeca. Ja, dat is echt wel een item. En we zijn ook... Zoek en je zult vinden. Niks roze. Hoezo Ferrari? In Spanje rijdt Petertje in een doodnormaal boodschappenkarretje. Dat schatje. Is al een mooie wijk, of niet? Echt wel. Allemaal mooie grote huizen. Pal aan de zee. Dure wijk ook, dat voelt die bol al aan zijn water. Svetlana weet het ideale huis voor onze tortelduifjes. Zit toevallig in haar portefeuille en ze staat te trappelen om het te verkopen. Het is niet groot. Steekt overal bovenuit, of niet? Ja. Svetlana staat op het gestaan. Ze staat al, ja. Ze zwaait al. Ja. We staan al te wachten. Nice to meet you again. Yes. Peter, Nicole, how are you? Good, good. Good? Yes. Nice place. Okay. Okay. Mooie plaats hier. Ja. Yeah. The owner waiting us, okay? It's a good neighborhood here. Yeah, I'm calling. Hello. Hello. Hello, Leila, how are you? Hello. How are you? Hi. It's nice Nicole. To meet you. Nicole. Leila. It's Peter. Nice to meet Peter. You. Hello. They would like to see your house. Yes. Okay, and what do you think about this house, Nicole? It's very big. It's very big. It's very, very big. Yeah, Peter, ja, you palais. Like this moment? Palais. Ja, it's nice. It's mooi. Yeah. Ja, mooi. Okay. We go see inside first.
Ah, oké. Oké, Nicole. Ja, yeah. You're welcome, please. Ja, yeah, Leila? Ja, hey. Nicole? Me? Ja. Yeah. Thank you, Peter. Ik loop erachteraan. Nou, ik vind het wel... ja, ik zeg het maar in het Nederlands, dat mag zij niet weten. Ik vind het wel mooi, mooi spullen hier. Dat past me wel. Nicole, niet enthousiast binnen, hè? Nee. Heel trap. Ja. Is goed voor de lijn. Goed voor jouw lijn, ja. Nou, dat is wel heel groot om u. Ja, dat is een aantal paleis hier, schat. Ja, ik vind het wel een heel mooi steltje hier. Ja, niet enthousiast, Nicole. Is special is from Italy. Is all furnish from the same fabric. Wat zegt ze? Ze zegt dat deze salon helemaal speciaal gemaakt is in Italië. Ja? Voor dit huis, ja. Ja, yeah. Ja. Het is wel heel mooi, hoor. Er zit ook hier bij de open haard. Ja, heel mooi. En ook airco in. Airconditioning? Yes, yes, in all, yes. For every floor, different, separate. Voor elke verdieping aparte airco's. Nou, ik vind het wel mooi, maar dat kan ik niet tegen haar zeggen. We go look in the kitchen. Oké. Okay. Dan zijn we vanavond nog niet klaar hier. De afgelopen maanden is er bij Henny en Nelis van alles gebeurd. Ze zijn verhuisd, hond Maggie is de pijp uit, Nelis is eindelijk door het tweede level heen en ze hebben een nieuwe viervoeter, Missy. Die lijkt minder achterlijk dan de vorige. Missy. Ga mooi zitten. Kom. Mooi. Mooi. Missy. Goed geld. Ja, goed zo. Ja, 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 ja. Nelis? Ja? Zullen we een Nederlandse les gaan doen? Ja, voor mij? Nee, natuurlijk niet. Voor ons Missy. Die moet toch Nederlands leren? Zet hem maar op de grond. Gaan we met die hond Nederlands leren? Ja, dat is goed. Missy? Missy? Pootje. Geef poot. Pootje. 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 Nee, zet er geen zin meer in. Missy? En dan ga ik weer spullen met hem. Ja, dat zou wel werken, ja, als ik dan aan het werken ben om die non te leren. Ja, moet dat beestje ook af en toe blonen, of niet? Ja, dat hoeft er nou niet meer af te pakken. Dat geeft ze niet meer af. Missy. Doe jij dat bot even weg en dan sluistert die non helemaal niet. Missy. Zit. Missy. Hier. Zit. Kom. Hier. Nee, die wil dat bot. Ik kan niet alles in een dag leren, hè? Waarom? Daar hebben we nog wel een paar maanden de tijd voor. Keulen en naak is ook niet in één dag gebouwd. Zit. Goed, goed zo. Zo. Blijf. Akkie. Blijf. Blijf. Missy, blijf. Missy, kom. Hier. Goed zo. Goed zo. Kijk dan toch. God, je hoeft er toch helemaal niks meer te leren, hè? Doe ik het goed, hè? Ja. Hey, ik ben 66 jaar en ken nog geen Nederlander. Nou, dan gaan we dan morgen met jou ook aan de slag. Oké, also kitchen is... I think also Italy. Yes, yes. Stone. Ja. Marmer. Marmol. Niet enthousiast, hè? Hou ze op. Wat zou ik zeggen? Kom, we gaan er verder kijken. Oké, okay, Peter, Nicole, also is exclusief of this house. This house has elevator, lift. We see you. Uitzicht op zee heeft de lift. Oké? Okay? Ja. Yeah. Goed. Yes, please. Thank you. The second floor. Ja, lekker. Wat een flats liftje. Ik vind het mooi lift. Ja, dat is het ook. Dat is mooi, weet je? Echt mooi. Mm. Dat is echt zeezicht, weet je? Ja. Welcome. I think we look the first one outside. See, outside. Okay? Yes, please. Oh, dat is wel heel mooi, hoor. Ja, niet enthousiast, Nicole. Nee. Ja, ik zie me nog hier wel zitten. Dit zou wel eens kunnen worden. Huh? Ja, dit past zomaar eens bij ons. Okay, in this floor, 4 bedrooms. Yes. And 4 bathrooms. Dat is wel een mooie slaapkamer, hoor. Dat is wel mooi, ja. Een mooie hartsflatse hut. En sea view. Allemaal met zeezicht. Ja. Ja, mooi. Douche. Dat is wel mooi. Ja. Dit is een echt paleisje. Hè? Dat is het inderdaad echt. Kom, ik ga zo naar de kelder kijken. Ja. Lift. Ja, lift. Lift, lift. Lift? Ik heb al te veel gewandeld vandaag. Oké. Okay. You're welcome. In basement is also the big
Die kelder blijkt de ideale locatie voor een mancave. Peter ziet het ineens helemaal zitten. Hier kan ik gewoon gaan liggen. Mooi. Dit past me wel, hoor. Is jacuzzi. Mm. Dat is lekker warm. Is big jacuzzi. Ja. En naast de swimming pool. Oh, dat is ook mooi zo, schat. Dat is ook mooi. Binnenzwembad, mooie fontein. Mooi decoreren. Denk het wel, ja. Ja. Het is nu een beetje saai zo. Oké, Peter. Oh ja, voor de, voor de rode vacht. Is de garage. Ja. Ja, er passen wel een paar in. Daar kan mooi de motors in staan. Ja. Die kan erin. Ja. Ja. We hebben het gezien. Oké, goed. Ja. We hebben de living. Oké, we go upstairs. We go upstairs, oké. Okay. Oké. Okay. Terwijl die Bolle op huizenjacht is, werkt zijn strompelende opvolger zich het snot voor de ogen. Oh, wat is hier gebeurd? Is hier gebeurd nu is Aldwin aan de beurt. Iemand, popcorn gestrooid? Of, ja, dat lijkt erop. Even doorgeven. Ja, even doorgeven. Wat staat erop, Mark? Ja, daar heeft hier iemand op de grond gegooid. Maar laat even iemand met een veger komen. En dan... Ik laat even iemand, ik ga even zo iemand laten komen om het op te ruimen. Nou, moet ik het zo. Ja, die tafels en die stoelen en zo. Die zou... Moet ik even netjes gaan zetten? Ja, moet ze netjes weg. Ook even foto maken. Anders dan vergeten dat ik alles. Hallo? De lampen staan uit. Hoezo, dat is toch donker? Ja, moet de lampen moeten aan. Ja, die zullen we eens even aan gaan zetten, hè? Maar dan zie je tenminste ook wie er schoenen aan heeft of niet. Moet even kijken. Hallo? Schoenen uit. En niet met eten naar boven, schoenen uit, hè, binnen. Ja? Johan? Schoenen uit. Schoen uit. Godverdikke me. En je mag je sokken aanhouden, hoor. Ja, jij leert al snel, Alvin. Ja, dat hebben ze moeilijk aan mij, hoor. Kom, we gaan verder, want... Het is dat dit huis een lift heeft, want anders had Peter die rondleiding nooit overleefd. Hij is nogal back-off, maar hij vindt het wel wat. Tijd voor een strategisch overleg met zijn vriendin. Heel toer van nu. Echt wel. Ik heb een tong om mijn schoenen hangen. Ik ook. Of niet? Moet je eens even zitten, schat? Ja. Zware stoelen. Ja. Paul. Zit ook wel lekker. Ik zie me hier met het kerstdiner al zitten. Ja, echt wel. Dat is leuk, toch? Ja, we vinden van zelf. Ik vind het heel leuk. Nou, ze maken laat toch even buiten, maar... Ik zie hier ons wel wonen. Ja, of niet? Ja. Nou, ook een mooie keuken. Ja, echt wel. Die past heel precies mooi. Precies wel in ons stijltje, zo, dit. Dan kijk ik nog even met de prijs. Ja. Ik zal het even vertellen. Ik denk dat jij een gesprekje moet aanknopen met die makelaar. En je moet zeggen, doe er een paar ton af. Ja. Dan ga je dat voorstellen. En anders moet je gewoon zeggen, anders hoeft het niet. Oké. Okay. Ik denk gewoon harde noten kraken. Dat is goed. Dan hebben ze ook mogelijk zomaar niet weer verkocht en zo'n huis aan die prijs, snap je? Nee, dat denk ik ook niet. Oké. Okay. How are you? We're good. Ja, yeah? Ja. Goed? Ik ben moe van het wandelen, zeg maar. He's tired of walking around the house. But we like the house, we are interested. Aha, oké. Okay. And we want to make you an offer. Oké. Okay. Dan, dat is Peter's job. Zal ik het dus intoetsen voor haar? Dat bedrag. Dat is the offer he wants to make. Oké. Okay. Oké, okay, I will speak with Leila. Oké. Ja. Goed. Oké, okay. I will speak now. Dus ik ben het uiterste, zeg maar. Peter says it's the final offer he wants to make. Oké, okay, understand. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, Peter. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. I go to speak, oké? Okay? Goed zo. Thank you. Nou, ben benieuwd. Oh, ja. Of een glaasje alcoholvrije bubbels kunnen drinken. Ja, inderdaad. Voordat die Bolle naar Spanje ging, liet hij een uitgebreide lijst rotklussen achter voor beheerder Aldwin.
Wat daar de status van is, mag Joost weten. Maar controle is uiteraard onvermijdelijk. Dat mag Ruud nu lekker doen. Morgen. Ik ga naar sanitair Z. Dus de toiletbouw waar het paar laatste keer gecontroleerd heeft. Even kijken weet je, of ze daar de dingen opgevolgd hebben. Even kijken voor de ventilatie. En zo niet doe ik het zelf wel eventjes. Hè. Knipper ligt naar links. Hey. Even kijken, ons pap die vroeg. Klik leesde. Aankleedkussens, nee. Prullenbak die kapot is. Stopje los. Dicht. Hier ook nog dicht. Ja, zwengel, zwengel. Wat een pech, zwengel weg. Hengel, hengel, maar geen zwengel. Nee. Nee. Kevin, zou ik de zwengel even mogen lenen? De zwengel moet ik heel even lenen, dan krijg je hem weer terug naar rand. Ja. Kijk, ik wil niet piepen, maar zo staan ze wel open. Tadaa. En tot slot, waarvoor loopt die rolletje hier los te rollen? Ja, is ook geen poren. Hallo, hallo. Alles goed? Alles goed. Oké. Ik ben je controlerondje aan het maken nog, weet je wel, bij de toiletgebouwen. Ja, alleen hier is ook geen aankleedkussen meer. Oh nee, dat heb ik vorige keer ook al opgemerkt. En die dakluikjes zijn niet allemaal open? Nee, ook niet. Nou, die moeten open, dat kan ventileren. Ventileren, ja. Dat... Schimmel, schimmel. Hier. Dat denk ze weg. Yep. En die klinken en dat denk ik toe waar de programma's in moeten hangen. Ja, die zijn nog leeg. Kijken. Even kijken, daar. Ja. Dat is een deurtje, dat gaat niet dicht. Als mensen naar de hond zijn, dan gaat het omweg. Oh, dat is niet handig. Ja, en er staat ook een lantaarnpaal, daar staat een kapschema, die zou zo correct zijn. Oké, okay. Zo meteen even kijken, pap. Oké, okay, dokie, dankjewel. Doei, doei. Nou, genoeg te doen. Op dit huis heeft die Bolle een bod gedaan. Uiteraard een paar ton onder de vraagprijs, want anders vindt Peter er geen bal aan. Het is zijn favoriete hobby. Afdingen. En normaal gesproken voelt hij of hij in de buurt zit, maar die Svetlana gaf geen krim. Krimp. Sorry, krimp. Even afwachten dus. Oké. Okay. Pieter, Nicole. I have good news for you. Oh ja? Oké. Okay. Lele... Ga niet door. Lele accept your offer, oké? Okay? Dat is goed nieuws. Zeker goed. Yes, very good news. Ja. Because it's... Mooi huis. Nou. Thank you. Oké? Ja. Oké, Pieter, thank you very much. Thank you. Thank you, Nicole. Yeah. Thank you very much. Thank you. Ja, we zijn er blij mee, hè? Ja. Yeah. Yes. Moet je het contract maar opmaken, zeg maar, hè? Well, you make the contracts and everything. You make the papers and then we speak in phone or email. Yeah. Oké, okay. Thank, thank you. Thank you. Wij lopen gelijk mee. Ja, yeah. Thank you. Oké, okay, thank you. Thank you. See you. Op Prinsenmeer hobbelt Parky Mark al een uur of wat achter Aldwin aan. Die arme beheerder voelt de warme Gilles adem in zijn nek. Hier, de plafondplaat. Die zet me weg. Weg, ja. Dat zie ik ook wel. Foto maken. Ah, die kinderen zijn lekker aan het spelen. Ja, die vinden dat leuk hier zo. Die vindt ook nog... Dat is ook een klein stukje. Ontbrekende plafondplaten. Toch slordig. Gelukkig zit die Bolle in Spanje. Mark wil nu alleen nog even weten of ze in de horeca wel een beetje omzet draaien. Controle. Goeiedag, Bas. Hey. Hoe is het? Goed, Bas. Met jou? Klein op de kant uit. Ja, ja een beetje... Gaat het goed, hoor? We hebben een beetje aardig gewerkt vandaag. Lekker gewerkt. Aardig gewerkt. Ja, dat heb ik ook gedaan. Maar ik heb maar één pizza nou. Ja, dat is de laatste, boon. We hebben een kijker.
Die pizza's vandaag was gek huis. Ja? Ja, huis. Alles is op. Ik heb vandaag ruim 250 pizza's is op geraakt. En, ik had te weinig ingeschat. Ja. Ja. De enige wat is een beetje tegen vandaag was gewoon weinig handjes, weinig personeel. Nou, ze weer. Keukenetsmakers, ja, Rob Keus komt, dan moet het ook weer spek en span zijn. Tuurlijk. Moet hij ook weer vrolijk worden. Ja. Ja. Wij gaan zo meteen eens goed maken en zo. Ja? Fijne avond. Dank je wel. Joei. Houdoe. Op een steenworp afstand van Peters appartement wonen Nicole's ouders Henny en Nelis. Nou, lijkt wel een bunker, of niet? Ja, Fort Knox. Fort Knox, ja. Nou is het voorkomen van interessante gesprekstof altijd een uitdaging, maar nu niet. Vanmiddag is er een hoofdrol weggelegd voor hond Missy. Hallo. Hey. Ah, kijk. Hey, Missy. Hey, hallo. Hallo. Morgen. Kom eens naar de hond kijken. Hé, hey, Missy. Dat is toch geen puppy? Ons Missy. Dat is al een heel beest, of niet? Nee, dat is een puppy. Oh, ja, spelen. Wil je spelen? Wil je spelen? Kom dan. Ja, kom dan. Ja, kom dan. Nee, bij baasje moet je zijn. Kijk. Koffietje? Ja, lekker. Ja? Het is rood. Hè? Ik kom mooi bij mij zitten. Missy. Missy. Hier, kom. Zit. Zitten. Nou. Hij is aan mij onder controle, of niet? Ja. Mooie gezonde snacks op tafel zetten. Koffie. Wat is je moeder allemaal aan doen? Koffie. Slag om maar bij mij. Oh, dat mag wel, hè? Dat mag wel een klein toefje. Zeker weten. Hoppakee. Zo, een klein gezond snackje. Dat mag wel. Alsjeblieft. Dank u. Is het slagroom? Dat is toch niet gezond? Dat is lekker de slagroom. Daar is suiker in, dat mag ik niet. Eén tipje. Zo. Nee. Heel nee. Klein tipje. Een stukje kaas. Alsjeblieft. Dank u wel. Pak er nou helemaal niks mee? Helemaal niks? Nee. Goed zo. Nou, een stukje kaas. En een verse aardbei. Dat is een echte Spaanse. Ja, maar dan moeten ze wel schoongemaakt zijn, anders hoeven ze niet. Ze zijn gewassen. Ja, maar die ding moet eraf. Afgesneden. Ja. Anders hoef ik ze niet. Oh ja. Alsjeblieft, meneer. Dank u. Lekker. Dat is nou eens gezond zo tussendoor. Ja, zeker. Tussendoor. Nee, we hebben nog nieuws om te vertellen. We hebben in Playa Flaminga een groot huis gekocht. Met binnen- en buitenzwembad en zo. Ook voor de kinderen fijn. Mooie ruimte. Laat eens een foto zien, Nicole, van het huis. Ja, ja. De foto's. Ik heb foto's. Kijk. Ja. 800 vierkante meter vloeroppervlakte. Wauw. Echt mooi. Een paleisje. Mooi. Heel mooi. Hemelsbreed 400 meter over het nou zitten. Slaapkamer. Oh ja, dat is mooi hoor. Daar ligt achter punt prima. Mooi. Zou ik gelijk gaan kijken en gelijk gekocht. Mooi. Ja, je weet hoe Peter in elkaar zit, daar hoef je niet lang over te doen. Nee. Genieten. Ja, genieten. Een impuls aankoop, zei Nicole. Echt mooi. Ruud is bezig met zijn controlerondje. En waarom doet Mark dat niet? Simpel, die kan nog geen spiegelei aan een overhemd naaien. Ruud is de handige van de familie. En die kan meteen wat repareren. Parkeerverlichting aan. Yep. Zo te zien wordt er goed gebruik gemaakt van de hondenuitlaatterrein, want die drollen draaien ze eigenlijk niet. Kijk, dit sluit tenminste weer. Dat was papo. Een fotootje voor maken, kijk, we doorsturen naar hem. Yep. Alleen hebben ze deze twee uit laten steken. Ja, die bouten horen niet uitsteken, zoals pa denk ik heel gek van worden. Ja, je kan je achter blijven hangen, is gevaarlijk. Het oogt ook niet, hè. Het smoelt niet. Maar ik dacht tegen de tijd dat ik het gemeld heb, heb ik net snel zelf gedaan. Niks scherps meer. Kijk, kind kan er was in. Ja, ik vind het wel weer gescheten voor vandaag. Als
parkbeheerder ben je ook politieman. Soms ligt er iemand starnakel in een struik, is er een hond kwijt, wordt er iets te enthousiast gefeest of staat er een barbecue in de hens. Kan allemaal gebeuren en het hoort er allemaal bij. Mark en Altwin houden een oogje in het zeil. Het is gezellig hier. Hartstikke druk, Altwin. Ja, het is gezellig druk. Ja. Alles leeft weer. Er gebeurt weer wat. Het is echt gezellig, Mark. Ja, maar ik zie al iets. Zie je het? Ja. Alarm. Hier is knipperlicht. Geen melding. Ik ga er een foto van maken. Nee, ik zou een filmpje maken. Want, ja, dat doen we ook. Als jij een foto maakt, dan maak je een foto dat die aan of uit staat. Oh, dat was een foto. We moeten een video hebben. Kijk eens. Nummer erbij, Mark. Z55. Ja. Oh. Nee. Nou, dan gaan we wat aan doen, Mark. Nou. Hoppatee. Weer een rol. Het is een zwoele avond op Park Prinsenmeer. De vele gasten vermaken zich prima en er valt gelukkig weinig te handhaven. Het is ook zo'n avond waarop het zoontje van de baas in foetushouding op de bank zou willen liggen Netflixen. Maar hij is op patrouille met Altwin. Ah, zo wel weer gezellig. Nou, al die auto's hier. Mensen zijn lekker buiten bezig. Oh! Ho! Altijd hier branden heel de lampen neer. Nee. Zal ik even een... Nee, maar ik had er nog geen foto van gemaakt. Nee, dat zal ik even doen. Een partij hebben we ook erop staan, Mark. We kunnen nog 3 foto's maken. Nou, dan gaan we verder. Ja, laten we maar doen. Maar altijd als jij zorgt dat het allemaal heel geregeld wordt. Maar die lampen vind ik wel belangrijk. Dat mensen gewoon veilig daar de laantje kunnen. Ja, we gaan nog eventjes nakijken of we de zekeringen erin kunnen draaien. Ja. Dan moeten ze het eigenlijk weer doen allemaal. Maar ja, dat vind ik gewoon wel gezellig. Maar eens kijken hoe leuk, ja, al die lampjes. Ja, mooi plaatje is er. Ja, zoals het hoort, hè? Ja. Mooi weer. De beroemde Spaanse stranden. Spaanse duiven, die schijten ook alles onder. Een winkel waar je zowel sigaretten als hoestmiddel kunt kopen. En 4 mensen op 1 hond uit te laten. Kom maar eigenlijk naartoe. Wij gaan naar het papegaaienpark. Papegaaienpark? Papegaaienpark. Wij willen jullie papegaaien laten zien. En ook nog eens een beetje ook niet. Oh, je tilt hem op. Een flying hond. Met 4 poten. Een flying hond, zijn we daar. Een flying hond. Hé, missie. Hij moet even plassen. Ja? Nee, dat is te strak, hè? Wat is er allemaal meer te scheid hier? Goed zo, missie. Nou, wij ruimen het allemaal netjes op, hoor. Ja, ik zie het. En een dweil bij dan? Ja, ik moet denken. Dat is waar, niemand terug, moeders. Wel, die meneer. Je staat in de poep. Dat zie je dingen niet. Dat is je niet, hè? Je moet het oprecht naar de poep. Ja, niet. Ja, jawel, kijk hier. Maar. Catastrofe. Achter op een zolen, kijk ja. Maar. Ja. Nee, andere kant. Daar zit hij al. Kan je niet krom of zo? Nee, maar ja, kijk dan eens even. Nicole, maak eens een foto even onder de zool. Ja, zie je het? Nou, ja? Doe die voet omhoog. Ja, nog een keer, want ik was nog niet zo ver. Tjaka. Oh. Ik. Huppatee, verse poep. Krijg jij dadelijk van ja, daar word ik al Fox Wild van. Nee, maar weet je hoe jullie moeder... Nicole, weet je hoe jullie moeder loopt? Die is allemaal aan het zwaaien naar de mensen. En meestal is in de poep. Nou, denk het niet. Nee, bah. Catastrofe. Tijdens het facetimen met Ruud had die bolle het nog over een lantaarnpaal. Ja, ben je klaar voor? Nee. Nou, daar gaan we. Hey, doe eens even een beetje kalmaai, hè. Ik heb het er helemaal niet op en helemaal niet op dit bakje. Maar in theorie kan er niks fout gaan. Dat wil zeggen dat het waarschijnlijk bij mij fout gaat. Nee, dat gaat niet fout. Nee, nee. Klein beetje naar voren, Cox. Klein beetje naar voren. Oh. Waar zijn je? Cox. Als ik daar beneden ben, draai ik mijn nek om, hè. Oh, hey, hey. Hallo. Ja? Kiel erbij? Ja, perfect. Lukt het een beetje, Ruud? Of, Ja, ik sta hier super fijn. Oh.
beetje uit de hoogte aan doen en zo, weet je wel, maar door je akkertje. Waar zei je, moet je horen? Nee. Oh. Rustig buigen, hè? Ik ben de rust zelf, dat weet je toch, Cox? Auw. Waar zegt jouw waterpas hoog? Een klein beetje. Naar welke kant toe? Naar die kant? Als links. Ik nou zo kijk, dan moet je nog een beetje meer naar achteren en dan moet je nog een beetje meer naar links. Wat is links? En je moet de koevoet erin steken. Ja, dat snap ik, maar wat is links voor jou? Hetzelfde links als voor jou. Henny en Nelis laten die hond meestal schijten in het papegaaienpark. Maakt dat beest echt geen flikker uit, maar Henny vindt dat een fijn plekje. Waarschijnlijk vanwege de papegaaien. Een beter verhaal kan ik er ook niet van maken. Dat is een mooi park hier. Huh? Een heel mooi park. Ik heb alleen maar een duif gezien. Wie wil een stukje brood? Dat weet ik niet. Met pindakaas. Nee? Moet eens laat die papegaaien zien. Kom dan, kan ik het laten zien, hier. Ik hoor wel van alles, maar ik zie geen papegaaien. Nou ja, wacht nou maar even. Die krijgen een boterham met pindakaas. Lust die pindakaas? Die lust heel graag pindakaas. En die halen ze uit de hand dan? Nee, maar die wil ik daar heen gooien. Moeders, dat zijn duiven, hè? Dat zijn geen papegaaien. Ja, ik ga die duiven even weglokken. Als Nilles nou die dingen even daar neergooit, die kruimels, komen die duiven naar jou. Even naar de andere kant van het park. Nee, maar dan komen de duiven naar hem en dan kan ik hier... Oké, moet die duiven weglokken. Ja. Nilles, lok die duiven nou eens even weg. Dan kunnen hier de papegaaien de pindakaas komen halen. Weg, wil je het zat gaat. Kiet op. Dat is voor de papegaaitjes. Kom maar. Achterhoe. Dan loopt er. Ja, komt hij aan. Kijk eens. Oh. Kijk eens hoe graag ze pindakaas hebben. Daar zit hem. Oh, net wel mee. Henny, ik heb nog maar twee papegaaien gezien, hè? Ja, kijk hier dan in die boom en daar. Kijk hem lekker zitten snoepen hier. Ja, maar als jij daar blijft staan, durven ze niet te komen. Jawel, die durven wel te komen, maar die boom zit helemaal vol. Nou, Henny, ik heb het wel gezien met uw papegaaien. Nou, dan gaan we even door het park en dan... We gaan eerst wat drinken, dat lijkt me verstandiger. Nou, vooruit dan. Oh, we staan bijna weer in de poep. Waar? Ja, kijk uit. Duivenstront. Ja, maar je staat er weer bekant middenin. Ja, ik vind hem niet recht. Nee, dat snap ik, zie ik goffer hem ook wel. Ik ben geen takken ding. Godverdomme. En nou? Nee, nog niet echt. Nog meer? Ja, hij moet nog iets hebben. Ja, daar. Oh, dat is te ver. Als jij ons duidelijke instructies zou geven. Ik heb mijn waterpas, weet je wel, want dat oog van jou vertrouw ik voor geen meter. Nou, ik denk dat die waterpas is. Ja, toch is die waterpas. Nou, oké. Kun je het gaatje vinden? Ik draai mijn slag in de rondte. Nou. Daar was hij? Ja, dat hoop ik wel. Laat me zakken. Nou. Kat in bakkie. Dat vond ik niet tegen, Cox. Nou, het was beter als dat was. Ja. Ja. Resumerend, appartement in de verkoop, huis gekocht, hond uitgelaten, papegaaien. Deze trip zit er weer op. Nu nog een afsluitend drinkendrankje doen. Oh, je kan wel mooi op het terras gaan zitten, of niet? Ja. Hier. Ja? Ik heb dorst. Even proosten op het nieuwe huis. Mooi stekje hier. Wat gaan we bestellen, schatje? Ik denk een borrel, of niet? Ja, even op het nieuwe huis proosten. Oké. Oh, ik lust wel, maar als er maar geen suiker in zit. Nee, pak lekker gin tonnetje. Oh ja, gezond. Vrij allemaal. Ja. Gin tonic. Zit daar suiker in? Nee. Nee? Wel alcohol. Wel alcohol, ja. Dus dat mag ik eigenlijk niet hebben, maar nou een keer proosten. Gebruik er nou eigenlijk helemaal geen suikers meer? Geen suikers en geen alcohol meer. En geen alcohol meer. Nee, ik moet een beetje aan mijn gezondheid denken en aan de lijn. En, nee, anders word ik niet oud. Dus ik heb de knop helemaal omgegooid. Nee, gracias, senor. Ja. Proost op het paleis. Ja, proost op het paleis. Proost. Schatje. Proost. Ik zie die grootste gezicht. Lekker. Hoe is het met die stront onder de schoen, moeder? Want het stinkt in de stront. Ja, kijk eens onder mijn schoen, daar zit helemaal niks. Ik ruik ook wel. Ja, er zit echt nog wel onder. Ik zou het even af gaan spoelen daar in de zee als het jou was. Ja, ik ruik ook wel hier. Ja. Oh, dat is alleen maar zand. Nee, ga maar even in de zee afspoelen. Dat is niet alleen maar zand, dat is ook stront. Ik zie hem vanuit hier zitten, die zwarte kwak.
Niet aan uw vingers smeren, want dan stinkt hij direct nog naar stroom. Nou, moeders, catastrofe. Nou, lekker in die zee. Oh, nou zijn allemaal schoenveters nat. Maar als die stroom er maar onderuit is. Die veters nat, dat maakt niet uit. Dat is gewoon modder. Verf is het. Klaar. Nee, die is er nog niet onderuit. Ja, dat weet ik. Kijk, ik kreeg er niet onderuit. Ik heb geschoen. Zit er al aangekoekt. Stinkt hij naar stroom? Romantisch. Volgende keer in Masseiskassa is Peter enorm onder de indruk van zijn sportieve prestaties. Ik ben al de 32 seconden bezig. Ja, ik zit er even doorheen. Gaat seksshop-eigenaresse Nicole aan de slag als poetsdame? Heb je nou die kachel aanstaan? Die heb ik niet aangemaakt, die heeft de auto aangemaakt. Hou op over die kachel. En gaat de familie vogels potten tijdens het broedseizoen? Moet je niet doen. Oh, Mark. Ja, kom. Tot de volgende keer en droom er niet van. Houdoe.